Er zijn 30 aanhoudingen tot dit moment. Het Openbaar Ministerie heeft ook nog onderzoek gelast om te kijken of er mensen ook nog buiten heterdaad aangehouden kunnen worden de komende dagen op basis van videomateriaal. En dan is het de bedoeling om zo snel mogelijk aan de slag te gaan om die lui binnen te houden en hen een eventueel feestje volgende week in ieder geval te kunnen ontzeggen.